2021 al je doelstellingen behalen en succesvol worden. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan trainen en we gaan lekker nieuw speelgoed in elkaar zetten. Laten we eerst eens beginnen met dat ik mezelf niet de beste vind. Absoluut niet. Ik vind mezelf niet de beste trainer, wel uit deze regio, maar niet van heel Nederland. Ik vind mezelf niet de beste voedingsspecialist. Ik vind mezelf niet de beste vlogger. Eén ding wat ik wel vind, is dat ik succes heb. En dat is mijn perceptie van succes. Dus dat brengt ons gelijk bij de eerste vraag. Wat is succes? De vraag te beantwoorden wat succes is, dit niet, avondeten, een bakje kwark, yoghurt om precies te zijn, dat is niet wat je succes noemt, dat is best gierig eigenlijk, maar goed, hoort erbij. Om die vraag te beantwoorden wat succes is, ga ik een voorbeeld geven en ik neem mezelf als voorbeeld en ook een beetje andere mensen. Vaak als we het over succes hebben, denkt iedereen geld, auto's, groot huis, drie dingen die ik niet heb. Maar toch vind ik persoonlijk dat ik succes heb, zo nu en dan. En waarom? Je ziet al deze spullen hier staan. En al deze spullen noem ik wat. Dit is wat ik heb. Ik heb fitnesstoestellen, ik heb die. Dat is van mij, dat is mijn eigendom. En deze spullen maakt niet wat ik ben. Ik ben niet beter, ik ben niet groter, ik ben niet specialer dan iemand. Want deze spullen hebben nul waarde. Ook al staat hier voor een paar duizend euro aan materiaal, het heeft 0,0 waarde. En dat komt omdat hier achter deze materialen geen goede waarom zit. Die waarom, die zit hier. En ik ga een voorbeeld geven. Mijn waarom, die staat hier achter op het bord. Dit is mijn waarom. De missie van mij / Total Strength is om mensen helpen om fit, zelfverzekerd en gelukkig te worden, zodat ze mentaal en fysiek sterker worden. Vandaar mentaal en fysiek totaal. Total Strength, het totaalplaatje. Dat is mijn waarom. En ik ben dit, heel deze personal training studio / sportschool, ben ik niet gestart om geld te verdienen. Ben ik niet gestart om rijk te worden. Ben ik niet gestart om een groot huis of een dikke auto te hebben, noem maar op. Daar gaat het niet om. Ik ben het gestart om die reden. En als je je waarom weet, dan zal je altijd gelukkig zijn. Als er hier iemand komt trainen en die kom binnen en ik kijk al een beetje naar beneden en die is een beetje onzeker en ik kom binnen en ik weet niet wat voor oefeningen ik moet doen. En na een half jaar komt die persoon binnen. Hey Raymond, yo zusso, en ik kom lekker en dit en dat. En die zijn ook nog eens een keer 10 kilo kwijt en die gaan vanzelf een nieuwe baan zoeken omdat ze denken, joh, ik kan wel wat. Dat is mijn waarom. En om die reden, als dat bij mensen lukt, weet ik, dan heb ik succes. En dat maakt een persoon. En om je waarom te vinden, zij is er natuurlijk een stappenplannetje. En ik zal een voorbeeld geven hoe ik dat heb gedaan. De eerste stap is droom groot. En niet zomaar groot, maar echt groot groot. Gewoon gigantisch, dat het bijna absurd is. Ik heb ooit eens een boek gelezen. En ik weet niet meer of het verhaal precies klopt, maar ik weet hem nog aardig. Er stond een voorbeeld in dat natuurlijk vroeger dachten we dat de aarde plat was. En toen kwam Columbus en die zei, joh, de aarde is rond. Kon ook de Grieken geweest zijn vroeger, maar oké, goed, laten we het even op Columbus houden. Iedereen verklaarde die man voor gek. Want ze zei, joh, jij pak je boot, je gaat naar het einde van de aarde. Hoppakee, je bent dood. Iedereen was tegen hem. Want ze zeiden, ja, weet je spoort niet. En het enige wat hij dacht, hij wist zo zeker van, want hij droomde zo groot, dat hij dacht, joh, ik ga gewoon lekker naar het einde van de aarde. En of ik ga dood, of ik overleef het gewoon. Nou, vaar een rondje of weet ik van waar hij naartoe vaarde. En vervolgens, binnen één klap, heel de wereld compleet veranderd. Er kwamen in één keer routes om te varen, handel. En
et cetera. Heel de wereld veranderde binnen één klap, omdat er één man was die groot droomde. Als je dus, het moraal van dit verhaal, als je dus niet groot droomt, dan hou je ergens op. Als hij had gedacht, joh, aarde is plat, oké, prima, houdt hij op. En stel je voor dat je, ik noem maar wat, 30 kilo wilt afvallen en dan mik je op 10. Want dan zeg je, ja, we kijken wel even bij die 10. Als je weet dat je de 30 moet, dan ga je sneller over je grens heen. Dan stop je er meer moeite in. Dan zeg je, joh, ik ga eens een keer extra rondje lopen. Of joh, ik moet nog zover, dus huppakee, ik ga wat extra's doen. Als je het echt maar op die 10 houdt, hou je je doelstelling. En dan is het dadelijk, joh, ik ben wel tevreden. Dus, droom groot. Heel groot. En op dat groot dromen ga ik straks nog dieper in. We moeten eerst even wat tussendoor doen. Misschien was het jullie al opgevallen. Eens even kijken. Er staan hier nu twee squatrekken. Die stonden er natuurlijk altijd al. Maar dat squatrek heb ik weggehaald. Want oh, we gaan zo wat moois bouwen. Echt. Fantastisch. Hoppakee, een cable cross van ATX. Helemaal fantastisch. Stapeltje erbij van tot en met 90 kilo. En het beweegt echt soepeltjes. Dus we zijn meer dan tevreden. Terugkomend op het visualiseren, het voorbeeld wat ik net heb gegeven. Iets wat ik zelf vroeger vaker en tegenwoordig trouwens nog steeds gebruik. Vroeger deed ik het iets meer. Toen werkte ik nog in loondienst. En het eerste waarmee ik begon was mijn leven inventariseren. Dus wat voor auto heb ik, wat voor huis heb ik, had ik toen net aangeschaft. Wat voor spullen heb ik, dus wat voor een tv en nog meer andere dingen die je belangrijk vindt. Zoals ik heb bijvoorbeeld een Zundapp, zulke dingen. Daar ben je als het goed is tevreden of ontevreden mee. Dan vervolgens gaan dromen, / visualiseren. Wat voor huis wil je hebben? Wat voor auto wil je hebben en alle andere dingen die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Wat ik persoonlijk daarna heb gedaan, ik wilde dit. Dat is het enige. Ik wilde voor mezelf starten en ik wilde andere mensen gelukkig maken met hun lichaam. Wat had ik ervoor nodig? Een hele berg spullen. opleidingen die ik moest betalen, noem maar op. Ik had alles geïnventariseerd. Vervolgens, wat ik zelf heb gedaan, is ik heb één boek gekocht. Die heb ik thuis nog liggen. En ik begon iedere dag in het boek te schrijven. En ik begon iedere dag op te schrijven. Joh Raymond, wat heb je vandaag gedaan om van mijn inventarisaris naar mijn droomleven toe te werken? En iedere dag, joh, een paar spullen gekocht. Wat kennis opgedaan en noem maar op. Zodat dat motortje gaat draaien. En dat je dag in dag uit met hetzelfde bezig bent. En dat je in één rechte lijn op je doel afgaat. En voor je het weet, ben je een paar jaar verder. En dan zit je om 11:30 s'avonds, van ongeveer 6:00 s'ochtends tot 11:30 s'avonds. Lekker in je eigen dingetje, in je eigen aura, zone, in je eigen happy place. Klinkt ook wel erg gay. In ieder geval, in je eigen zaak zit je gewoon lekker te klussen en te doen. En heb je het hartstikke naar je zin. Ben je gewoon tevreden. Dit was Rem Schultz, totstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.